Hi jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ja, ik ben nog steeds zwanger. Ik ben nu 41 weken. En ik ben heel de dag thuis, want ik ben natuurlijk met verlof. Dus ja, ik ben echt alleen maar dingen aan het bestellen voor mijn baby. En ik heb de Tummy Time krab besteld. Ik dacht, ja, deze moet ik gewoon hebben. Ik ben gewoon helemaal geïnfluenced door TikTok. Maar ik dacht, dit is misschien ook wel leuk voor Peanut. Dus ik ga hem nu even activeren. Let's go, let's get it. Oké, ik dacht, er moet batterij bij, maar hij gaat niet zo hard aan. Peanut, kijk eens. Peter vindt het eng. Wat is het voor leuke krab? Ze is helemaal getraumatiseerd. Wat is het voor leuke krab? Gaan we weer aandoen? Kom, gaan we kijken. Peanut? Ja. Oké, nu gaan we hem aandoen. Dan gaat ze niet meer spelen, jongen. Echt, deze hond kon echt niks. Not amused. Hoe gaat hij, hoor? Jezus, gaat hij snel. Hey jongens, goedemorgen. Ik ben net wakker. Het is dinsdag. Ik heb echt slecht geslapen. Omdat mijn buik gewoon nu echt steeds zwaarder wordt. Morgen word ik gestript. Vandaag ga ik naar gynaecologie. Want als je boven de 40 weken bent, dan moet je nog een laatste check doen. Kijken of de placenta nog goed is. Of je baby nog goed ligt, al die dingen. Dus over een paar uurtjes ga ik naar het ziekenhuis. Ik hoop gewoon echt dat, ik wou gewoon stiekem dat het voor het strippen al zou gebeuren. Maar helaas, dus ik hoop morgen, nadat ik gestript ben, dat ik gewoon weeën krijg en dat het dan gewoon voorbij is. Deze laatste paar dagen vond ik me zo nutteloos. En ik vind het echt heel leuk dat iedereen zo met me meeleeft. Maar ik merk wel dat ik echt een beetje zenuwachtig word van elke dag duizenden berichten op Snapchat. Ben je al bevallen? Onder elke story die ik plaats. Dus ik denk dat ik vanaf vandaag ook de reacties niet meer ga lezen. Maar het is wel echt heel lief dat iedereen natuurlijk zo meeleeft. En iedereen denkt van, nou laat me gewoon even een berichtje sturen. Maar ja, naast die ene persoon die dat denkt, denken duizend andere personen ook. Laat me even een berichtje sturen. En dan zit heel mijn inbox elke dag helemaal vol. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje een rol speelt. Ik weet wel dat als ik zeg maar een tweede kind krijg, dat ik het niet gelijk bij de 12e week dat ik zwanger ben ga delen. Misschien de laatste 3 maandjes of zo. Zodat mensen ook niet het gevoel hebben dat ik 2 jaar lang zwanger ben, net als nu. Ik weet ook echt totaal niet wat ik vandaag ga doen. Het is elke dag een beetje een verrassing wat mijn planning voor de dag is. Voor vandaag ga ik denk ik mijn pakketjes inpakken, want dat doe ik nu nog steeds. Alleen helpt Davinio me wel daarmee. En ik heb dus, ik heb het niet besteld. Maar er kwam dus net een pakketje binnen en het lijkt dus op een strandstoel. Wacht, dat kwam nu ook voor mij. Kijk. What the fuck? En mijn naam staat er wel op, dus heel gek niet. Oh, het zijn dekbedden. Dit zijn 2 kussens die had Davinio besteld en hieronder zitten dekbedden. Dag, wat is dit? Hey jongens, ik ben nu bij de gynaecologie en zijn de bloeddruk aan het meten van mijn zoontje en van mij. En het duurt een half uur. Ik dacht echt dat het, dat ik binnen een kwartiertje naar huis kon. En Davinio is gezellig mee.
Ik zei tegen hem, we moeten echt maar heel eventjes naar het ziekenhuis. Vervolgens zit hij een half uur hier met me opgescheept. Maar je moet wat, hè, want ik heb 9 maanden onze zoon gedragen. Dus even een half uurtje wachten, dat kan er wel vanaf. Ja, en daarna door naar de verloskundige, want die gaat dan even checken of alles goed is. En dan kunnen we weer naar huis. Ja, graag gedaan. Even kijken, hoor. Waar zit hij nou? Ja, dat is een moederkoek. Dit zwarte is vruchtwater. Dat grote is de moederkoek? Dit. Oh, lekker. Dit zwarte is ook vruchtwater. Dat ziet er allemaal netjes uit. Dat is een hele mooie, wij noemen het een pocket. Het hoofdje zit beneden. Ga ik zo even kijken. Is het er nog wel genoeg vruchtwater? Of is dat ga ik nu meten. Oké. Okay. Blijf heel mooi langs. Hier zie je ribbetjes. Oh ja, oké. Ja. Dat is wel echt groot hoor, vergeleken met al die andere echo's. Ja, hij past er gewoon niet meer op. Kijk, hier zie je het kopje. Ja, zijn wang toch daar? Ja, zo de zijkant van zijn hoofd. Ja. Ja. En hier zit zijn schouder. En hij ligt op zijn voor jou. Aan de linkerkant. Ja, hij ligt op zijn zij, dus je ziet zijn rechter schouder. Ja. Oh ja, zijn ribben zie je. Ja. Gek is dat. Kom, en hier zie je een beetje een grote holle ader. En daar zie je ook dat daar kloppende bewegingen is. Dus dat is keurig. Ik was net een dutje aan het doen op de bank. En Davinio kwam met het geweldige idee om Picasso te zijn. En hij heeft een beauty blender gehad met een kruidvat en verf. En dit schilderij hadden we al, maar hij vond het een beetje kaal. Daar hebben we ook nog eentje. En toen zei hij, kom, we gaan het even wat meer kleur geven. Ik ben me vast aan het voorbereiden op het knutselen straks. Dan ga ik ook maar wel met de beauty blender. Kijken wie de mooiste heeft aan het einde. Dit is die van Davinio geworden. En dit is die van mij. Het is een geheel kunstwerk geworden, die voor mij een beetje te druk. Hey jongens, vandaag word ik gestript. Het is nu 9:30 en tussen 9 en 10 zouden ze komen. Ik heb net even snel boven en beneden opgeruimd op Peanut. Nu ga ik even snel Peanut een rondje buiten uitlaten en boodschappen doen. Zodat ik eten kan maken voor mijn DAF. En dan, hopelijk zijn ze er dan. Peanut. Gisteravond had ik echt hele erge krampen. En ik dacht echt van, nou, dit zijn weeën. Maar toen ik ging slapen en toen ik wakker werd, is het weer weggegaan. Zo aandachtig luister je. Dus, hoop dat vanavond gewoon, ik hoop dat ik nu gewoon ontsluiting heb en dat vanavond gewoon, dat hij eruit komt. Ik ben echt erg kapot. De laatste weken waren echt het zwaarst. Voor de rest heb ik deze zwangerschap wel echt gewoon makkelijk bewandeld. Maar ik ben er wel echt klaar mee. Zet ik hem misschien wel op YouTube, anders niet. Kijk, het goed voelt voor mij. Maar het is wel leuk om te filmen, al is het voor jezelf. Ja, precies. Nou, het strippen, daar heb je geen informatie over gehad, echt? Duidelijk? Heel globaal. Ja. Voor het strippen heb ik minimaal 1 centimeter ontsluiting ongeveer nodig, hè? Mm-hmm. Want de baarmoedermond die is soms lang, soms is hij ook kort. Daar wil ik met mijn vinger in om op het hoofdje te komen van die kleine.
Om dat kleine zit zeg maar een vruchtzak. Mm-hmm. En die zit vast aan jouw baarmoederband. En op het moment dat ik daar met mijn vinger ben, probeer ik die vliezen zeg maar los te voelen van die baarmoederband. Mm-hmm. In de hoop dat die hormonen vrij gaan komen. En die dan gaan zorgen voor weer dat je gaat bevallen. Ja, en als het lukt, binnen hoe lang duurt het dan voordat je weegt? Vaak wel binnen 24 uur zien we dat het effect heeft. Oké. Okay. Een kleine percentage van mensen die gaan rommelen erop. Dus ze krijgen wel buikklachten, maar dan doet het niks. Mm. Je hebt ook een percentage vrouwen die gaan rommelen erop, buikpijn, krampen. Dat het wel iets doet, maar het leidt niet tot de bevalling. Maar dan hoop ik wel dat je in ieder geval qua ontsluiting al iets gaat krijgen. Zodat het misschien een tweede keer wel effectief kan zijn. Nou, even een update. Ik heb in de ochtend niet meer gefilmd, omdat ik gelijk weer was gaan slapen. Ik heb me dus laten strippen. Ze konden alleen niet bij het hoofdje komen, dus aan de binnenkant zat het dus nog dicht. Maar ik heb dus wel 2 centimeter ontsluiting. Het deed trouwens, ik weet niet of het pijn was of gewoon echt heftige irritatie. Maar ik ga nu gewoon die Marms bloem drinken, want ik heb dus ontsluiting. Bij ontsluiting mag je drinken. Dankjewel. Daf heeft het net even voor mij uit de auto gepakt. Dus nu... Ja, echt hè. Ik ben nu 40 plus 5 dagen. Dus het is nu wel echt tijd dat die eruit komt. Dus ik ga nu even water koken. En ik heb er best wel veel volgens mij. Het zijn er 5. Oh nee, even kijken. 1, 2, 3... Ja, 5 stuks heb ik. Dus ik ga gewoon een kleine in een bakje doen. En dan wachten tot die bloem open is. En het dan drinken. Het is dus iets wat ik van mijn Marokkaanse volgers heb geleerd. Want ik wist nog dus nooit wat dit was. Maar dit is dus een bloem die je kan drinken als je ontsluiting hebt. Wat je helpt bij je weeën en bij de bevalling. Dus ik ben benieuwd wat voor effect het gaat hebben. Oké, ik ben wel een beetje zenuwachtig hoor. Nou, ik heb hier de kleinste gepakt. Because I'm scared as fuck. En ik heb hier een bak met water. Heet water. Dan ga ik hem nu erin doen. Ik ga het je laten zien hoor. En dan wachten totdat hij helemaal open is gegaan. Dan moet ik er meer water in doen? Ja, het borrelt al. Zien jullie dat? Ik ga toch een beetje meer water bij doen. Helemaal ondergedompeld is. Nou, je ziet dat het water aan het verkleuren is. Spannend, spannend. Oké, hij ziet er nu zo uit. Maar ik twijfel, want volgens mij is het nog niet helemaal open gegaan. En heel veel mensen zeiden ook van je moet echt wachten tot die bloem helemaal open is. Maar de enige die ik nu advies kan vragen is Nabil's zus. Via Nabil. Maar hij is nu in de moskee. Dus ik ga eventjes wachten totdat hij helemaal... Totdat hij iets meer open is volgens mij. Volgens mij is hij wel helemaal open. Wel echt mooi hoor, dat hij helemaal... Ze open gaat in het water. Maar het is ook voor meerdere dingen goed, toch? Voor ziektes. Reuma, volgens mij, daar is het ook goed voor. Maar ja, jullie moeten even op internet zoeken waar het allemaal goed voor is. Ik weet echt niet waarom, maar ik ben echt zenuwachtig om dit te drinken. Want, misschien heb ik hierna gelijk lijpe ontsluiting van 8 centimeter of zo. Dat ik gelijk naar het ziekenhuis kan. Ja, het liefst zet ik het nu op Snapchat van jongens, ik ga nu drinken. Maar ik heb dus vandaag op Snapchat gezet dat ik wat minder actief ga zijn op social media. Omdat ik gewoon aan mezelf merk dat als ik Snapchat open en ik kijk naar reacties. En het maakt niet uit wat ik film. Of film ik mijn voet of film ik eten. Ik krijg alleen maar reacties van is hij er al? Je laat ons zo lang wachten. En... Ik zweer het jullie, ik hou echt van jullie. En ik vind het echt heel tof dat iedereen zo met mij meeleeft. Ik heb dat ook trouwens niet echt gezien bij andere bekende mensen. Dat mensen zo betrokken zijn bij een zwangerschap. Maar ik merk ook wel aan mezelf dat ik er heel erg veel stress door krijg. Dus daarom heb ik besloten om deze laatste paar dagen
ja, geen updates meer te geven. Zodat als ik een paar uurtjes niks post, dat mensen gelijk zeggen, ben je aan het bevallen? Het is echt voor mijn eigen rust. Niet omdat ik jullie irritant vind. Nou ja, stiekem wel een beetje hoor. Maar het is echt gewoon voor mijn eigen rust. Omdat ik merk, ja, dat ik er toch wel stress door krijg. En ook op straat en zo, weet je. Iedereen is gewoon heel de tijd aan het vragen. Iedereen is ook echt bezig. En ik kreeg ook een bericht van iemand die... wat was het nou? Iemand zei, ik ben paragnost en ik weet welke dag je gaat bevallen, die en die dag. En sorry, ik vind het gewoon vreselijk eng dat dat soort mensen zich bezighouden met mijn ongeboren kind. Dus dat was voor mij wel even de druppel om ja, niet meer alles te delen. Wat ik ook niet ga doen is vertellen welke dag hij is geboren en welke tijd. En ja, nou volgens mij is die helemaal open. Jezus, soms klinkt het echt alsof ik voor de deur... op straat woon. Volgens mij is die helemaal open, toch? Ja, vergeleken met eerder was het echt een balletje, dus dan ga ik het nu opdrinken. Ja, ik denk dat je meer kracht hebt dan ik, hoor. Is het lekker uit je soepkom? Ja, in een bekertje past het niet, dus ik dacht van, ik doe het gewoon even lekker in een soepkommetje. Helemaal gelijk. Ik zal nog een dimsum erin gooien. Nou, het smaakt een beetje kruidig, maar ik vind het niet vies hoor. Nou, ik heb hem helemaal opgedronken en uiteindelijk is hij ook helemaal open gegaan. Maar ik weet dus niet hoe lang het duurt voordat je wat merkt. En op internet staat het ook niet. Dus ik ga denk ik nu gewoon even lekker douchen. En dan in bed liggen. Davinio is naar de bioscoop gegaan. Hij is naar Insidious 2 gegaan. Terwijl ik die film ook wou zien. Maar het lijkt me wel weer zo dat ik dan schrik en dat ik dan mijn zoon eruit vloep. Dus ik dacht van ja, misschien is het wel beter dat ik niet naar de bios ga. Dus ja, ik denk dat ik jullie morgenochtend weer zie. Later! Goedemorgen jongens. Ik was net om 7:00 ochtends wakker geworden. Dan heb ik allemaal dingen gedaan. Thee gedronken, iets gegeten. En toen kon ik niet meer slapen. En nu ben ik weer wakker geworden, dus 11:00. En ik dacht echt, vandaag zou er iets gebeuren. Ook vooral nadat ik die thee had gedronken. Maar er is gewoon nog steeds niks gebeurd. En ook mijn moeder blijft maar appen. Is mijn kleinzoon er al? Davinio's moeder, die stalkt me elke dag. En ja, ik vind het gewoon echt niet meer leuk. Ik zit er echt doorheen. Ik weet ook gewoon echt niet meer wat ik moet zeggen. Dus ja... Dus ik denk dat dit de vlog was voor vandaag. In de vlog van volgende week ga ik me laten inleiden. Dus ja, dan weten jullie dat. Ik ga nu gewoon, omdat ik zenuwachtig word als mensen kunnen zien hoe laat ik iets heb geplaatst. Denk ik nu gewoon de meeste updates gewoon in mijn vlog geven. Ja, sorry, maar ik ben gewoon echt gewoon sad dat het ook zo lang duurt. Nou, vonden jullie deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, als ik me dan ga inleiden, dan zien jullie dat in de volgende vlog van volgende week. En ja, geniet van jullie dag. Het wordt lekker weer, dus... Ga lekker leuke dingen doen. En dan zie ik jullie volgende week. Laters!